Goed, nou, de nodige mensen in de zaal, die heb ik in het verleden wel eens mogen spammen met mijn stukken over de Nieuwe Hanze. Dus menigeen zal denken, oh, dat verhaal ken ik al. Maar ik heb mijn best gedaan om toch dingen toe te voegen die onbekend, hoop ik, zijn. En misschien ook wel tamelijk verrassend zijn. Het verhaal dat gaat natuurlijk over de Hanze, maar heel kort. Want jullie hebben dit jaar al heel veel gehoord over de Hanze. En bovendien, jullie wisten al veel over de Hanze. Maar ik gebruik de Hanze wel als inspiratiebron. Ik heb er een paar lessen uitgetrokken en ik heb er een paar bouwstenen uitgehaald om de Nieuwe Hanze mee te bouwen. En tenslotte heb ik het nog heel erg over plus denken en plus doen en plus dromen. Dus jullie krijgen van mij allemaal straks bij het verlaten van dit etablissement ook een kleine overdruk over plus denken in de IJsselvallei. En de gedachte is eigenlijk als volgt, hè, als je dan bij alles wat je doet plus zegt, dan ga je geweldig veel energie krijgen. Een plus ochtend, een plus buurvrouw, een plus gesprek. Nou, dat moet je voor jezelf doen. En zo moet je eigenlijk kijken naar de Nieuwe Hanze. Ik heb het genoemd 1980-2023, omdat in 1980... 2030 staat. Oh, 30. Heeft gelijk. Ik heb hem gewijzigd. 2030. Vooruitkijken. Heel goed. Ja, ik moet altijd kijken of Emiel ook wakker is. En in 1980 waren namelijk de Hanzendagen in Zwolle. Dat was toen de eerste keer weer sinds lang. Hanze der Neuzeit, vertaald de Nieuwe Hanze. Dus ik heb eigenlijk dat woord gebruikt, maar iets anders geladen. Veel meer dan toerisme en recreatie. En daar neem ik jullie graag mee. Het gaat af en toe een redelijk tempo. Gaat het te hard, dan zou ik zeggen piepsysteem. Gaat het te langzaam, dan doe ik er een tandje bij. Nou, en ik neem aan dat de sheets op een of andere manier straks beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Goed, let ook op de tweede ondertitel. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst. En daar zal ik ook mee afsluiten. Goed, meteen een disclaimer. Want ik ben namelijk milieuingenieur. Ik ben van de 3 P's, hè, People, Planet, Profit. Ik ben ook iemand die heel graag met mensen kookt en voor mensen kookt. Hè. Koken met mensen is mijn grote passie. Dus eigenlijk is wat we nu doen ook koken met mensen. Dan krijg ik ideeën van en weer energie. En jullie hopelijk ook. Maar ik ben ook, bleek uit een testje alweer heel lang geleden, een romanticus. Hè, iedereen wil van die harde en harde baas en een duidelijke enzovoort enzovoort. Nou, ik ben gewoon een romanticus. Ik ben nog 60 plus. En een collega zei ooit tegen mij, nou ja, al die oude lullen die gaan verhalen vertellen. Dat doe ik dus ook. En in mijn geval over de Hanze. Maar ik heb ook meteen een disclaimer. En ik werd geholpen door Robinson, die gisteren in het Financiële Dagblad stond. Ik ben namelijk geen historicus. 2 seconden stilte, nietwaar? Na mij komt een historicus, dus iedereen komt aan zijn trekken. Maar hij zei, ik ben eigenlijk historicus van iets dat nog moet gebeuren. En zo voel ik het wel een beetje. He, dat nieuwe Hanze verhaal, dat gaat over die Hanze van toen. Dat gaat over het heden, maar zeker ook over de toekomst. De Hanze in vogelvlucht. Een uniek netwerk van kooplieden, daar begon het mee. Vervolgens een uniek netwerk van steden. Wel 200 in het gebied, is een wat slechter plaatje rond de Oostzee en de Noordzee. En daarvan 10%, zo'n 20, soms zeggen ze 21, soms is het 22, Hanzesteden in Nederland. Officieel van 1356 tot 1669, het jaar dat Rembrandt overigens stierf, hè, even om een beeld te krijgen. En dit zijn dan de officiële vergaderdagen geweest van de Hanze, maar daarvoor bestond er al een Hanze-netwerk. En ik zeg, nog steeds bestaat er zoiets, want er zijn nog steeds internationale Hanze-dagen. Niet waar? En de Europese Unie heeft er zelfs een culturele route, een van de 32, van gemaakt. In Nederland, nou hier staat dat rijtje van ongeveer 20 Hanzesteden. In blauw de Hanzestad aan de IJssel. Als wij praten over Hanzesteden, praten we vaak over Hanzestad aan de IJssel. Omdat die al 30 jaar met elkaar samenwerken op het gebied van marketing, maar ook programma's en projecten. En daar zijn bijgekomen een aantal jaar geleden de Hanzesteden Elburg en Harderwijk. Omdat ook de provincie Gelderland zei, wij willen meedoen met die samenwerking. De Hanzendagen, ik zei al in Zwolle in 1980, de Hanze der Neuzeit, de Nieuwe Hanze, in 90 in Zutphen. Maar Zutphen heeft ons benaderd en gezegd, kunnen we dat niet samen organiseren? Het is toch wel een groot project. Nou, wij hadden geluk, want wij kregen in dat jaar de koningin op bezoek.
Dus Zutphen zuur, maar wij tevreden. Niet waar? Toen hebben we eigenlijk geleerd, en met name Hein te Riele, dat evenementen een belangrijk element zijn van variëteitseconomie. We hadden in 2019 hier 3 miljoen bezoeken aan de stad. Ongeveer 50 euro per bezoek is 150 miljoen euro vrije tijdseconomie. Dus we hebben ontdekt dat evenementen, de Boekenmarkt, Dickens, David Roestelten, goed zijn en bijdragen aan de economie van de stad. Daarna weer Zwolle Kampen, Zwolle in 2030. Dus vandaar dat ik in de titel heb gewijzigd in 2023, het heden naar 2030. En daarna, het jaar daarna in 31 in de Harderwijk. We staan in de Kanon. Niet te lezen, maar hier staat de Hanze. Die is vernieuwd, de Kanon. Met meer aandacht dan vroeger voor de Hanze. En ik denk dat jullie allemaal hebben gezien een aantal afleveringen van het verhaal van Nederland. Een paar jaar geleden. Met daarin in elk geval 1 en nog 2 andere afleveringen met aandacht voor de Hanze en Hansesteden. Vrije keizerlijke Hansestad Deventer. Nou, vroeger schreef ik vrije keizerlijke zonder aanhalingstekens, maar na goede gesprekken met Clemens heb ik begrepen dat dat vrije keizerlijke nogal per moment werd gebruikt. Soms dan kwam het van pas en dan noemden wij ons zo in Deventer, maar waren eigenlijk nooit een echte keizerlijke vrije, wel een Hansestad, maar nooit een keizerlijke vrije Hansestad. Vandaar. Even de oudste steden, jullie weten het al heel vroeg een handelsstad, in de vroege middeleeuwen al. Dus dat is zeker niet begonnen in de Hanzetijd. Maar die Hanze was wel de basis voor de bloeitijd in de 15e eeuw. Nou, hier staan wat elementen die jullie kennen. 5 internationale jaarmarkten. Eentje meer dan Zutphen, die had er 4. Niet waar? Ja, klopt wel. Maar pas op, toch ook wel weer 4 in Zutphen. Moderne devotie, humanisme, nou zo is er een heel rijtje te maken van waar de stad in die tijd goed is. Ik noem zo meteen nog een paar elementen die ik er graag aan toevoeg. Nou en dan dit jaar het Hanzejaar. En het zal jullie niet verbazen dat ik als, nou ja, sommigen zeggen Hanze Harry, natuurlijk erg ingenomen ben met dit Hanzejaar. Niet alleen met de programmering, maar ook met alle afzonderlijke evenementen die er zijn. Ik heb er een paar hier genoemd. De Hans Experience. Nog zeg maar 1,5 maand te zien in de oude Mariakerk. Al 35.000 bezoekers. En dat is eigenlijk ongekend. Hè? Ook het Deventer Verhaal en Ewout van der Horst zijn daardoor zeer verrast. Ewout, ook een van de auteurs van de Hanse Atlas. Nog voor geen 30 euro te koop in de boekhandel. Een paar mooie tentoonstellingen, onder andere de heilige Nicolaas aan de Hanze. Een mooie tentoonstelling, helaas afgelopen, maar wel weer heel veel relaties. Kleur de Hanze binnenkort. En dan nog het Deventer Nieuws. Nou, ik weet niet of iedereen dat krijgt. Ik krijg het zelfs sporadisch. Maar in dat Huis aan Huisblad ook Hanze-blogs van een viertal. Waaronder Clemens Hogestein, Gele van der Wijk achter in de zaal. René Berends en ondergetekende, waar we goede reacties op krijgen en waar we proberen om daar aan het eind van al die blogs, al die korte verhaaltjes, een mooi boekje te maken. Dat over het Hanzejaar. En dan denk je toch, als Hanzehouder, nou dat gaat toch heel goed? Niet waar? Maar mijn tweede blokje gaat eigenlijk over zorgen. Zorgen over Deventer, zorgen over de economie, maar ook over Oost-Nederland. En dan heb ik altijd dit plaatje, dat laat het goed zien, hè? 2 punten in de grafiek, waarvan iedere bestuurder wel een lijn kan maken, waarbij die zegt, ja, het gaat toch hartstikke goed, nietwaar? Nou, dat is de vraag of het goed gaat. Want toen ik studeerde, en dat is alweer 50 jaar geleden, schrik niet, toen was Leendert Ginjaar een zuinige zeel, een chemicus, die was minister van Vrom, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. En die werd geïnterviewd over het milieu en de maatschappij en het klimaat. En die zei tegen de journalisten, mevrouw, de maatschappelijke pijn moet groter worden. En wat hij bedoelde eigenlijk is dat als er niet veel meer pijn is en wordt gevoeld, ja, dan veranderen wij niet. Dan zeggen we, het zal mijn tijd wel duren, achterkinderen lossen het wel op, er valt me niet lastig gedrag. En toen waren er eigenlijk al 3 elementen en nog steeds die
tamelijk bepalend zijn, althans voor mijn gevoel van onrust en zorg. Namelijk bevolkingsstress, de demografische en de regiostress en de economische stress. En ik loop ze even met jullie langs. Ik heb er nog een plaatje uit mijn studietijd van Stefan Verwij bijgedaan. Het was toen, midden jaren 70, slecht weer. En het is af en toe, vind ik, nog steeds slecht weer. Ja, toch? Ja. Ja. Goed. Bevolkingsstress. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de groei van de wereldbevolking. Groeit exponentieel. In 2022, 8 miljard mensen. En er zijn allerlei scenario's waar dat heen gaat. Dat kan naar 11 gaan, dat kan naar 13 gaan. En die willen allemaal eten, water, grondstoffen en energie. En het is duidelijk, de Club van Rome die zei het al in 1972, dat gaat ergens spannend worden. Vinden wij genoeg voedsel, water, grondstoffen en energie? En als het al is, dan zal diezelfde populatie zorgen voor milieuvervuiling, klimaatverandering. En inmiddels weten we ook, het heeft een enorme aanslag op de planten en dieren op aarde. Dus dat is best iets, zou ik denken, waar je zorgen om kunt hebben. Het tweede is toch de categorie regio en demografie. We hebben natuurlijk, en ik kijk nu naar jullie, maar dat is niet persoonlijk bedoeld, last van vergrijzing. Niet waar? En we hebben ook last van ontgroening. Dat betekent dat jonge mensen wegtrekken uit de stad of uit een regio en bijvoorbeeld naar de Randstad gaan. We zien dat 70% van de mensen in 2050 in steden zal wonen. En veel van die steden zijn ook nog in delta's. En als er klimaatverandering doorzet en de zeespiegelstijging, dan kunt u bevroeden, dat gaat wat problemen opleveren, niet waar? We zien al een hele tijd dat er een ongelijkheid is tussen delen van het land, met name dan de Randstad en de regio. Ik kom zelf uit het zuiden van het land, uit Sittard. Ik heb daar de mijnsluitingen meegemaakt en ik denk dat sinds dat moment, in 1965 kwam Joop den Uyl als minister van EZ naar de Schouwburg van Deventer. Ik denk dat sinds dat moment wij toch als regio's een beetje achterlopen op de Randstad. En dat is inmiddels ook in allerlei rapporten onderzocht en vastgelegd. Een van de recente rapporten is: elke regio telt. En in de huidige verkiezingsprogramma's van de partijen is even geturfd hoe vaak nou die partijen de regio noemen als belangrijk thema. BBB 149 keer, D66 123 keer, de VVD 89 keer en nu sociaal contract 74 keer. Nou, dan moet het ook wel goed komen met de regio, denk ik. Althans, op weg naar de verkiezingen. Maar daarna gaan we het weer zien, want het gaat over de verdeling van de zetels in de Eerste en Tweede Kamer. Het gaat over de politieke prioriteiten. Het gaat over de samenstelling van het kabinet en de minister-president. Dus we gaan zien of die regio, wat ik zou hopen, nu ook inderdaad meer aandacht gaat krijgen. De derde zorg, de derde stressfactor is natuurlijk de economie. Ook Europa vergrijst. Wij zakken op internationale lijstjes die allerlei economische parameters uitdrukken. We hebben, dat komt nu een beetje terug weer, heel veel productie ook in Deventerbedrijven naar lage lonenlanden gebracht. We hebben natuurlijk automatisering, nieuwe technologie en dergelijke. En inmiddels zitten we alweer in een soort faillissementsgolf van bedrijven die coronasteun hebben gehad en toch langzamerhand hier en daar dreigen om te vallen, met als resultaat leegstand. Zowel in kantoren als in bedrijven. En ik heb eigenlijk de neiging om, en dat is een les van een van mijn oude directeuren, naar de zogenaamde weak signals te kijken. Let op kleine signalen die misschien iets groots gaan betekenen of iets groots voorspellen, maar ook de grote signalen. De klimaatverandering, al genoemd. De Brexit. En ik zeg altijd, eigenlijk was dat de tweede of de derde Brexit. De eerste was toen Engeland, toen Doggerland onderliep en Engeland een eiland was. Dat was de eerste Brexit. De tweede was in 1597, toen koningin Elisabeth I in Londen het Hanzekantoor sloot om de economie van haar land te stimuleren. Nou, en de derde Brexit in 2020, en u heeft het allemaal gelezen, dat was toch niet een onverdeeld succes, niet waar?
COVID, nou, hoeven we niks over te zeggen. Hè? Mijn vrouw en ik hebben in de COVID-periode, schrik niet, 20 mensen verloren in haar en mijn familie. Dus dat was wel een wake-up call. Niet waar? En tenslotte 24 februari 2022 Oekraïne. En dat duurt nog steeds door. Dus ik vind dit nog behoorlijke signalen op wereldschaal. En als je het allemaal op kleinere schaal bekijkt in Nederland, dan staat ook hier de crisis voor de deur. Corona, klimaat, biodiversiteit, olie, gas, arbeidsmarkt, grondstoffen, stikstof, water, voedsel, ruimte, inflatie, asielzoekers. Dus er is wel iets aan de hand. En ik zei al, ik ben 60 plus en dan ga je verhalen vertellen. Ik heb er namelijk wat een nostalgisch plaatje bij gehaald. Crisis What Crisis was het nummer van Supertramp en de LP. Weet jullie dat nog? Een tijdje geleden weliswaar. Niet waar? Dus er is wel wat aan de hand. En als je nou nog meer inzoomt, hè, van wereldzorg naar de zorgen in dit land, naar Deventer, dan heb ik er weer eens even een oud boek bij gepakt. Hè. Deventer Industriestad, niet waar? Wat waren wij er trots op met z'n allen. Nou, is dat nog wel zo? Hè? Zijn wij nog wel een industriestad? Hier staan de thema's genoemd, de sectoren en de bedrijven met het jaar van oprichting. En in rood, het is niet helemaal goed te zien, zie ik, maar in rood de jaartallen dat zo'n bedrijf ophield. De tapijtindustrie, die er niet meer is. Chemie, Axel Nobel. En jullie weten het nog wel, in het jaar dat Axel Nobel het 175-jarig bestaan zou vieren, kwam het bericht dat de productie in Deventer zou gaan stoppen. Er zit nog R&D, maar de productie is voorbij. En de opa van mijn vrouw, die bracht vroeger zijn mail vanuit Tegelen naar Noorje van der Landen. Afgelopen. Roto Smeets, 2019. Die had de grootste drukpers van Europa. En daar werd natuurlijk alles op gedrukt. Hè? De Donald Duck en de Margriet en de Playboy. Maar als er even één blad niet werd gedrukt, dan was hij niet efficiënt. En uiteindelijk ging het bedrijf failliet. Terwijl toch Deventer, Boekenstad, Drukkerstad is toch één van onze labels, nietwaar? Dus ik vind dit toch ook wel zorgelijke ontwikkelingen. Gelijktijdig is het zo dat je moet toch niet vasthouden aan bedrijvigheid die niet meer kan, om welke reden dan ook. Er komt ook iets anders voor terug. We zitten heel goed in de ingenieursbranche, we zitten goed in de IT-business, maar toch de vier industriesteden in Overijssel, Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer, zitten nog steeds een beetje in transitie. We zijn nog steeds niet helemaal klaar met dat proces, is mijn conclusie. Dus we hebben heel veel van die maak- en productiebedrijven helaas verloren en daarmee ook heel veel banen. Maar ook ingenieursbureaus. Twijnstra Gudde, Deventer Bureau, zit in Amersfoort. Arcadis zat hier. Royal Haskoning DAV zat hier. Vertrokken. De grote accountants zitten niet meer in Deventer. Die zitten in Enschede en in Zwolle. Bankfilialen. Ik weet niet of jullie nog een bankfiliaal ergens kennen. Ja, SNS op Keizerslanden. Maar dan weet ik het ook even niet meer hoor. Het is allemaal dicht, het is allemaal online. Je kunt al mensen niet meer bereiken. Hè, klanten die vroeger riepen betrokken en dichtbij. Nou, ik weet niet meer wat dichtbij tegenwoordig betekent, maar allemaal ingewikkeld. Dus die zijn gewoon weg uit Deventer. En tenslotte, toch ook niet onbelangrijk, Deventer onderwijsstad, noem ik dan even als label. We hadden natuurlijk een Rijkshogere Landbouwschool, een internationale landbouwschool met een zeer actieve studentenvereniging. Dat werd uiteindelijk gesloten in Deventer, onderdeel van Van Hal, Larenstein, weg uit de stad. En niet te vergeten ook de Hogeschool IJsseland, dat was toch een topmerk. Bijvoorbeeld ook met een topopleiding, hbo-opleiding, op het gebied van milieu. 300 studenten in hun beste milieukundejaar. Dat werd onderdeel van Saxion, daar is niks mis mee. Maar mijn beeld is, het hoofdkantoor van Saxion is duidelijk in Enschede. Wij zijn een nevenvestiging en Apeldoorn is nog meer een nevenvestiging. Dus mijn stelling is, wij zijn van Deventer Industriestad langzaam afgezakt naar stad van nevenvestigingen. We hadden al weinig directeuren in de stad wonen. En als ze
hier werkten, dan woonden ze in Gorssel of in Diepeveen of andere mooie plekken. Maar nu is het ook nog helaas zo dat heel veel van die werkgevers dus niet meer zijn, overgenomen zijn, misschien wel minder zichtbaar en sowieso minder banen hebben. Dat over werken. Als je kijkt naar wonen, en dit is op afstand niet te lezen, dus ik heb er even in kleurtjes naast gezet Deventer en Dordrecht, dan is dit uit de Atlas voor gemeenten. Die maken één keer per jaar een overzicht en een vergelijking van de 50 grootste steden in Nederland op 50 thema's. Daaronder zitten economie, podiumkunsten, groen. Nou, ook zit daarin als parameter de woonaantrekkelijkheid. En in 2006, toen ik voor de eerste keer die atlas onder ogen kreeg, toen stond Deventer op de schaal van die 50 steden op plaats 34 van de woonaantrekkelijkheid. De meest aantrekkelijke stad al jarenlang en onveranderd is Amsterdam. Bovenaan. Dordrecht, redelijk vergelijkbaar, aan het water, historische binnenstad, al heel lang een handelsstad, maar ook toen, in 2006, leegstand, bedrijven die vertrokken, jeugdcriminaliteit, stond toen op plaats 30. 10 jaar later, in 2016, de rechterkant, was Deventer een echte plaats opgeschoven. Van 34 naar 33. In Dordrecht waren in die tijd 2 ambitieuze burgemeesters die die stad enorm op de kaart hebben gezet en Dordrecht kwam uit op plaats 14. Dus je kunt wel iets doen aan je woonaantrekkelijkheid, is mijn conclusie. En ik heb de jaren daarna nog eventjes in een tabel samengevat. Links het kolommetje Deventer. We begonnen dus op plaats 34, dat werd 33. Wij staan nu op plaats 39. Ja, natuurlijk, het gaat hartstikke goed in de stad, nietwaar? Voordat Diepeveen en Badmen bij Deventer kwamen. Ja, dat zit natuurlijk in deze cijfers. Veel hoger. Ja, maar ik heb eigenlijk nog nergens een getal kunnen ontdekken op de atlas of in de atlas dat Deventer tussen 20 en 30 staat. Wij maakten in 2012 een economische visie. Dat werd vanuit de kopgroep werd dat gemaakt. En toen was de ambitie om in 2020, dus 3 jaar geleden, op plaats 20 te staan. Nou, dat hebben we nooit gehaald. Dus ook onlangs Diepeveen. 98 bijvoorbeeld. Ja, maar toen was die atlas nog niet. Dus mijn eerste getal wat ik kan vinden is 2006. En wat daarvoor is gebeurd, daar hebben we dus geen data van. Maar goed, Deventer dus plaats 39, word ik een beetje zenuwachtig van. Hè. Ik was 18 jaar lid en voorzitter van de VVV. En we probeerden enorm aan de promotie van de stad te werken. Dan denk ik, ja. Hè, en dan gaat het best goed in de stad. En dat bedoelen we misschien in de binnenstad. Maar er zijn ook nog heel veel zorgen. Ik heb ter vergelijking nog even Dordrecht erbij gezet. Is weliswaar iets gezakt weer naar 17. Zwolle, hè? We hebben het altijd graag over voetbal aan Zwolle. Stond op plaats 16. Ook gezakt naar plaats 33. En ik heb er maar even Almelo bij gezet. Als andere industriestad. Ja, wij doen het iets beter dan Almelo. Als je dit wat cynisch wil zeggen. Dus ik vind dit wel zorgelijk. Oh, ik dacht dat ik nog een ander plaatje kreeg. Komt deze tussendoor. Dus ik heb zeg maar even een citaat van Robert Swan erbij gehaald. En Robert Swan was een poolreiziger die in 85 de Zuidpool deed en in 88 de Noordpool. En dat is de eerste mens eigenlijk die beide polen als poolreiziger in een expeditie heeft gedaan. En op de Zuidpool toen werd net het gat ontdekt in de ozonlaag. En het gevolg daarvan was dat zijn pupillen blijvend zijn verkleurd. Dus hij vindt zichzelf een klimaatslachtoffer. Heeft een stichting opgezet om de Zuidpool te behouden. En een geweldige spreuk die eigenlijk zegt dat de grootste bedreiging voor de aarde is dat wij allemaal, denken dat een ander haar gaat redden. Dus wat hij eigenlijk zegt is, als je nou zorgen hebt, dan moet je in de pen klimmen. Dan moet je wat doen, dan moet je actie nemen. Nou, dat probeer ik te doen. Dus een paar maanden geleden een artikeltje, een opiniestuk in de Stentor over die plaats 39. Ik moet zeggen dat ik niet ben platgebeld door het gemeentebestuur. Ik heb één wethouder gesproken en zijn belangrijkste vraag was, ga je een politieke partij beginnen? Alla, niet waar? Dus, als je nou zorgen hebt, hè, je hebt die Hanze waar we vandaan komen, je hebt toch zorgen over de wereld en Nederland en Deventer.
dan kom ik op het niveau van de dromen en de visies uit. En daarover iets meer. Ron Keunig, nou ja, burgemeesterschap, zei hij, ja, de stad moet groeien. Hij stond onlangs weer in de Stentor. Nou, 130.000 inwoners. He, want als we niet 130.000 inwoners hebben, dan kunnen we de voorzieningen niet in de lucht houden. Nou, prima, 130.000, maar dan moet je ook wel hard werken aan onderwijsvoorzieningen, aan cultuurvoorzieningen, aan bereikbaarheid, aan parkeren. Dan komt er een agenda bij, lijkt mij. Nou, daar moet je dan eens goed over nadenken, lees dromen. De PvdA, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een programma maakte, dat begon maar met droom mee, denk mee, doe mee. Ik heb dit verhaal in allerlei varianten verteld bij de PvdA een paar keer, bij CDA, bij D66, bij de VVD. Fantastisch verhaal, zegt iedereen. Nou ja, dit was de eerste keer dat ik het echt zag terugkomen. Maar de kunst is natuurlijk dat je niet alleen droomt en vooruitkijkt, maar dat je ook volhoudt en vasthoudt en probeert als een soort zendeling die boodschap te verspreiden. En dat je er ook een visie van maakt. Dit stond in de Volkskrant vorige week als kop van een artikel. Waar blijven nou die vergezichten, dames en heren lijsttrekkers? Dus ik heb er maar een loesje bij gepakt, ze hadden al nou jubileum. Denk eens in droomscenario's. En dit is de eerste droom die ik jullie meegeef. En dat is de droom die gaat over mijn dochtertje Daventria. Papa, zei mijn dochtertje Daventria, toen ze 5 jaar was. Papa, ik droomde van een heel lief meisje in een prachtige tuin. En ik wilde zo graag dat zij mijn vriendinnetje werd. Maar toen ik haar dat wilde vragen, werd ik opeens wakker. En de tranen stonden in haar ogen. Maar na een kort moment van stilte hernam Daventria zich. Papa, als ik haar nou droom, hè, wie droomt mij dan? Ja, en wij, hè, die Lore Gerritsen, wij hebben natuurlijk de Hanzen. Die gaan we even terug naar het begin. Namelijk, iedereen heeft zijn historie en wij hebben de Hanzen. Langs oude Hanzen, steden, stromen, glinsterende mensen dromen. Iedereen heeft zijn rivier en wij hebben de Hanzen. Wij liggen natuurlijk fantastisch, hè, op die Noord-Zuid-verbinding van de IJssel en die Oost-West-verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Dus ik vind dat met dromen en visie kun je wat. Dus ik heb daar een aantal bouwstenen, een aantal sheets, nu 4 sheets, over bouwstenen. Wat haal ik uit de Hanzen en hoe heb ik als amateur chefkok daar een apart eigen recept van gemaakt. In 65... toen liep ik langs een vervuilde beek en wilde ik die beek schoonmaken. In 65 kwam Joop den Uyl naar Heerlen. We gaan de mijnen sluiten. In 72 las ik, en jullie hebben het misschien ook wel gelezen, de Aula Pocket, de grenzen aan de groei, de Club van Rome. Ik werkte heel lang bij een bedrijf, een ingenieursbureau, dat eigenlijk volledig conform het Rijnlandse model werkt. Dus daar ben ik door gevormd en opgevoed. Maar ik heb ook vanaf 83, toen ik hier mijn eerste nevenfunctie kreeg, erg altijd geloofd in wat Amerikanen zeggen, learn, earn, return. Je krijgt de kans om te studeren, vaak met geld van de maatschappij. Je krijgt een baan en gaat wat verdienen. Zorg dat je ook regelmatig iets terug doet. Ik noem dat altijd maar weer maatschappelijk corvée. Iets terug doen voor je medemens en voor de maatschappij. Daar kwam overheen in 2006 Balkenende. Die voor de 3e keer toen overigens probeerde om in de Kamer de VOC-mentaliteit nog eens een keer tussen de oren te krijgen. En hij riep toen, u kunt daarvan een filmpje vinden op YouTube, we moeten weer terug naar dat internationaal ondernemen. In de wereld, beroemd, toch? Nou, dat was de VOC-mentaliteit van Balkenende. En toen dacht ik al, nou dat was nogal dapper, maar misschien wel niet het goede voorbeeld. En ik heb toen heel vaak ook in interviews gezegd, waarom heeft hij nou niet de Hanzen-mentaliteit gezegd? Goed. Mede geholpen vanaf dat moment door wat ik zie in de economie van Nederland en vooral Oost-Nederland en Deventer. En toen heb ik met 500-600 mensen gepraat om in 2015 een ambitiedocument op te stellen en dat heet de Nieuwe Hanzen. En in dat ambitiedocument als bouwstenen gebruikt de Hanzenwaarde, het DNA van de Hanzen. Wat haal ik daaruit? Durf en lef, ondernemerschap en mensen die trots zijn op hun bedrijf. Onderling vertrouwen en verbondenheid. Duurzame samenwerking en relaties. Maar ook burgerzin en gemeenschapszin en de mens centraal.
belangrijke waarde, lijkt mij. Maar ook, ik noem het iedere keer maar weer, de formule van Jan Buchter, die altijd zei, als je nou een vitale maatschappij hebt, dan kun je ook een vitale economie hebt, dan kun je ook een vitale maatschappij hebben. Namelijk, aan de linkerkant van de formule heb je de economie, ambacht, nijverheid, familiebedrijven, duurzaam ondernemen. En aan de rechterkant, als je met z'n allen wat verdient, is er ruimte voor naaste liefde, liefdadigheid, spiritualiteit, moderne devotie, goed onderwijs, goede gezondheidszorg. Ik was voorzitter van Solis, 1267, het eerste document dat we hebben gevonden over de Verenigde Gestichten, ruim 750 jaar geleden. Goede rechtspraak, 800 jaar rechtspraak in Zutphen, mind you, en kunst en cultuur. Dus die formule is eigenlijk heel belangrijk, vind ik. Hè? Als je aan die economie sleutelt, als je daar wat verdient, is er ook ruimte aan de rechterkant voor de maatschappij. En een goede bouwsteen vind ik het Deventer Burgerinitiatief. Deventer valt altijd op een aantal manieren op. Het is een stad met veel netwerken. Iedereen kent iedereen en je komt elkaar voortdurend in netwerken weer tegen. Een van die netwerken is natuurlijk de Historische Vereniging Deventer. Maar het is ook een stad waar opvallend veel burgerinitiatieven zijn. En ik heb er hier drie gepakt. We zijn er veel meer te noemen. De NV Bergkwartier natuurlijk, begonnen als een werkgroep en later een NV. Toch een van de drie succesvolle in het land. En voor mij heel vaak een voorbeeld geweest om naar model van die NV Bergkwartier een soort NV economisch herstel te maken. Daar praat ik zo meteen over door. Het Havenkwartier. Daar is natuurlijk uiteindelijk, omdat woningbouw niet toen lukte, zijn daar kunstenaars begonnen. Ontstond er een zogenaamde creatieve broedplaats. Dus wat daar nu staat, is niet zozeer dankzij de gemeente, maar dankzij de kunstenaars. De gasfabriek, die natuurlijk voor een symbolisch bedrag werd gekocht door 7 of 8 jonge ondernemers, waar nu geweldige dingen gebeuren en zelfs wordt bijgebouwd. Nou, geweldige voorbeelden vind ik voor mijzelf, die dus ook heel goed passen in die slogan van Robert Swan. Als je vindt dat er wat moet gebeuren, moet je het zelf doen. Je nek uitsteken, initiatief nemen. Nou, en zo ontstond de Nieuwe Hanze. Dus de Nieuwe Hanze, gebaseerd op die kreet in 1980 in Zwolle. Daar heel erg geladen vanuit toerisme en recreatie. En nu breder ingevuld met wat mij betreft 3 oplossingsrichtingen. Namelijk meer samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Meer stedensamenwerking en verduurzaming van MKB-bedrijven. Nou, daarover is een TED-talk terug te vinden op YouTube. Maar dat terzijde voor mensen die nog wat meer details willen. Ik ga ze even alle 3 af. Ik kijk nog even naar de tijd. Meer samenwerking Nederland en Duitsland. Wat mij altijd opviel en nog steeds wel is dat wij zo graag kijken naar de Randstad. De Eemshaven wil net zo'n haven worden als Rotterdam. Wij kijken naar Amsterdam als het gaat over cultuur. Twente moest even groot worden als Schiphol. Allemaal leuk en aardig. Maar ik zeg, kijk nou eens meer naar het oosten. Kijk nou eens naar het gebied waar we in het verleden heel intensief mee samenwerkten. Waar we zelfs 1 taal hadden. Het Niederdeutsch. Dus ik zeg, kijk meer naar het oosten. Als je naar het oosten kijkt, probeer dan ook iets meer van die cultuur te begrijpen en die taal wat te spreken. Dat helpt enorm in de communicatie en de samenwerking met Duitsers. En let dan op de economie. In 2014 was de handel met Duitsland, maar ook omgekeerd, 161 miljard. En vorig jaar 233 miljard. Met stip de allergrootste handelspartner van Nederland. En waar zit dan de samenwerking, waar zitten de kansen, zei ik in 2015, na die 500 gesprekken, op het gebied van technologie, op het gebied van grondstoffen. Duitsland had toen al een roststofpolitiek. Nou, wij beginnen ons nu heel erg druk te maken over fosfaat en lithium en allerlei materialen die we nodig hebben die steeds minder beschikbaar zijn. En duurzame energie, de energiewende in Duitsland. Dus ik zou zeggen, dit zijn nog steeds hele actuele thema's voor een intensieve samenwerking met Duitsland. Stedensamenwerking. Dat, zou ik zeggen, begint met meer vertrouwen, meer verbondenheid en elkaar wat gunnen. Het mooiste voorbeeld van een gunfactor vind ik de regio Zwolle. 22 gemeentes in 4 provincies die elkaar wat gunnen en daardoor geweldig samenwerken en ook de 4e economische regio van het land willen worden. Kijk, dat gaat ergens over. Maar
wel allemaal iets anders, zou ik zeggen. Ik ga terug naar de Hanzetijd. In Lübeck, of eigenlijk Lüneburg, hadden we zout. In Brugge laken en in Bergen vis. En dat gaf dat er een handelssysteem ontstond, dat er ruilhandel was. Jij hebt iets wat ik niet heb. En daardoor gingen we op het, in een koggenschip naar verre oorden om te handelen. En die steden zouden ook dan veel meer samen grote maatschappelijke vragen moeten oplossen. En moeten werken aan een soort nieuw netwerk, een stedennetwerk 2.0 hebben we het genoemd. En als je kijkt naar de smart cities, en wat zijn dan die slimme steden? Daar staan op de top 10 in 2019 een paar Europese steden, Zürich, Oslo, Genève, Denemarken, Düsseldorf, Bilbao, Helsinki. Dus we doen het nog niet eens zo slecht, maar er staat geen Nederlandse stad op. Kijk, en ik krijg van dit soort lijstjes altijd energie. En dan denk ik, nou, waarom gaan we dan niet proberen op die lijst te komen? Niet waar? Dus ik was, over stedensamenwerking gesproken, niet zo heel lang geleden met een vergelijkbaar verhaal bij, in Dortmund. Eigenlijk in Dortmund Heurde. Er werd toen gebeld de dag erna door de oberburgemeester. Ja, niet de burgemeester, de oberburgemeester. En die zat in een groot IT-project met Zaragoza en Bilbao. En die zei, wil Deventer meedoen? Dus ik zei, nou dat meld ik bij het gemeentebestuur, niet waar? Nou, tot op de dag van vandaag. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. Goed, stedensamenwerking, verduurzaming, maakindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk over circulaire economie, over energietransitie. Maar het gaat ook over duurzame bedrijventerreinen, toekomstbestendige bedrijventerreinen en banen. Om te komen tot wat in Duitsland al heel vroeg heette industrie 4.0. Dus smart factories. Dus in die ondertitel, de nieuwe Hanze stond, smart cities, smart factories. En als voorbeeld daarbij, en dat vind ik nog steeds een fantastisch voorbeeld, Koninklijke Alping. Dat Alping is natuurlijk een familiebedrijf zoals bekend, 1888. Heeft een paar jaar geleden, alweer bijna 10 jaar geleden, zo snel gaat de tijd, 3 fabrieken geconcentreerd op 1 plek. Waardoor ze heel veel vrachtwagenkilometers uitsparen, maar ook veel efficiënter kunnen werken. Hebben een Duitser erbij gehaald uit de Hansestad Hamburg, Michael Braungart. En die heeft een cradle-to-cradle proces, van wieg tot graf, dus een heel circulair systeem bedacht. Ook nog lean, dus allemaal heel efficiënt en heel erg up-to-date. Met als resultaat dat Alping 90% minder gas is gaan gebruiken. 90% minder gas en 30% minder grondstoffen, stroom. Het resultaat van deze prestatie is dat de lening van de Rabobank, die Alping had gekregen, in 8 jaar kan worden terugbetaald. Dus als we nou even teruggaan naar die NV Bergkwartier, en dat is een van mijn dromen, laten we nou een NV economisch herstel maken. Daarin stoppen we geld van de grootbanken, want die hebben namelijk in 2015 hebben ze 15 miljard euro en slechte MKB-leningen afgeschreven, 15 miljard, dus dat geld stoppen we, het volgende 15 miljard gaan in die pot. We stoppen de geld in van de pensioenfondsen, we stoppen de geld in van crowdfunding, je mag allemaal beleggen. En we gaan met dat geld MKB-bedrijven verduurzamen, die het in 10 jaar terugbetalen. Want ja, dat kan, heeft Alping bewezen. En dan blijft dat geld dus in die pot zitten, dat pompen we rond, revolverend heet dat. En dan hebben we toch een fantastisch ding te pakken, lijkt mij. Goed, plusdenken dus, daar gaat het over. Plusdenken de IJsselvallei. En ik geef een paar voorbeelden. Plusdenken is dus niet denken op de schaal van 100.000 inwoners in Deventer. Nee, plusdenken is denken over 600.000 inwoners in de IJsselvallei. Plusdenken is niet denken over die bijna 18 miljoen mensen in Nederland. Nee, 300 miljoen mensen die wonen in het gebied rondom de Noordzee en de Oostzee. 300 miljoen mensen, dat is even groot als Amerika. Dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Amerika is iets groter. Maar komt totaal in de buurt. Plusdenken is niet het volgende college, het volgende kabinet en over 4 jaar gaan we het weer veranderen. Nee, plusdenken is, houd dat nou eens 16 jaar vol. Probeer nou eens een grote lijn uit te zetten en los van de politieke kleur dat vast te houden. Plusdenken is niet alleen denken aan people, planet, profit, maar aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. Dus vind ik dat het tijd is om niet alleen te plus denken, maar ook plus te doen en plus te dromen. Dus een paar voorbeelden. In 2011
heb ik een stichting opgezet, de Deventer Jongeren Cultuurfonds, om jongeren in achterstandswijken te helpen op het gebied van cultuur, met een nieuwe gitaar, een oefenruimte en opleiding aan het conservatorium. In 2013 een stichting die 5 jaar lang een cleantech-congres organiseerde, waarop Robert Swan zowel de eerste als de tweede keer kwam spreken. Toen heten wij opeens ook de cleantech-regio, maar dat is nou niet meer, hè? Want in de krant stond toch, wij zijn zoveel meer dan cleantech. Zeker, zeker. Dus cleantech is voorbij. En ik heb nog stichting Hansenfonds in 2016 opgericht, waarmee we initiatieven op het gebied van economie, cultuur, onderwijs en dergelijke stimuleren. Maar ik heb ook een paar grote dromen nog. En mijn eerste droom heb ik toegelicht. Dat is dat fonds voor circulair MKB, hè, naar model van de NVB-kwartier. Ik heb nog een idee met een hoogleraar uit Amsterdam, een Hansa School of Economics. En dan is dat een soort onderwijsinitiatief waarbij jullie moeten denken aan Fontainebleau, INSEAD, maar dan plus, hè, dus niet zomaar iets, nee, ook geen Nijrode, nee, Nijrode plus, waarbij je het Rijnlandse model als basis neemt voor het onderwijscurriculum, maar niet alleen economieonderwijs aan studenten geeft, maar ook studenten meeneemt in de zogenaamde artes liberales, de 7 vrije kunsten, waaronder retorica, beeldende kunst en dergelijke. Dus je maakt er ook rijpere mensen van. Nou, met dat idee kwamen we bij het college van Saxion in 2018, toen we 1250 jaar vierden. En zeiden, kunnen wij niet met Saxion samen een summerschool organiseren om te kijken of dit niet een goed idee is? En het verdrietige antwoord van het college van bestuur van Saxion was, wij zijn dicht in de zomer. En wij zeiden, summer school. Ja, maar wij zijn dicht in de zomer. Dus dat, hij ligt nog in de week en dat is het derde idee. En dat heeft misschien ook nog wel iets voor binnenkort. Waarom maken we niet een nationaal Hanzemuseum in de IJsselvallei? En mijn voorkeur zou zijn natuurlijk dan in Deventer. Hè, in Kampen, daar vonden ze een IJsselkogger. Zitten ze nog geweldig te wurmen om dat een plek te geven, een soort doos eromheen aan de Van Heutskade of bij de Van Gendenloods gebouwen. Wordt het allemaal niet. En mijn idee was altijd, waarom combineren wij niet die koggen en Kampen met de Hanze-collecties in al die andere Hanze-steden? Dat zijn fysieke collecties, hè? Dat zijn spullen, dat zijn dingen die je kunt bekijken. Daar voegen we aan toe moderne technologie. Iedereen krijgt zo'n VR-bril en je loopt door de Hanze-tijd. Bedenk eens moois, kijk naar de Hanze-experience bijvoorbeeld. Dat kan daar prachtig in passen. En dan combineren we dat moderne museale concept, combineren wij met het Europese Hanze-museum in Lübeck. Want het Hanze-museum in Lübeck, dat heeft 50 miljoen gekost, waarvan 40 miljoen van een private stichting, van een voormalige industrieel, en 10 miljoen van Europa. En dan maken wij zo'n verbinding, zoals die vroeger was, moet ik zeggen, Lübeck, IJsselvallei, Hermitage Sint-Petersburg, Hermitage Amsterdam. Dat idee. Nou, dat zijn een paar grote dromen. Om te begrijpen wat ik met plusdenken bedoel. Nou, Stichting Hanzenfonds, ik heb nog 4 minuten. Oh, 2. 2016 opgericht, een aantal projecten die we hebben mede gefinancierd, een paar boeken, een middeleeuwse symposium in Zutphen en een tentoonstelling die Buiten Westen heet voor jonge kunstenaars van de kunstacademies in Groningen, Enschede en Arnhem, omdat alle cultuur en prijzen en dergelijke in de Randstad vallen. Dus hij heette Buiten Westen omdat hij ging over het oosten, niet waar? Uiteindelijk, een laatste sheet, is het natuurlijk zo dat als je nou een ingenieur bent en ook nog een beetje een romanticus en ook nog wat zorg, dan wil ik eigenlijk heel graag werken aan brede welvaart. Nou, hier staat een definitie van brede welvaart. Dat gaat niet alleen over economie en BBP, dat gaat ook over welzijn, ontplooiing, over veiligheid. En niet alleen hier en nu, maar ook elders in de wereld en ook later, lees voor toekomstige generaties. Laatste sheet, 1:15. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst. Hè? Kijk eventjes naar Henk van Balen, het fantastische boek destijds van de NV Bergkwartier. Wie wat bewaart, die heeft wat. Nou, in het verlengde daarvan, meer plusdenken en plusdoen. Nieuw leiderschap, echte visies, hè? Ook voor na 2030. Zaken integraal aanpakken en als het kan een beetje op Europese schaal. Dank jullie wel. En wij gaan luisterend vast naar een boeiend verhaal van Clemens Hogestein. Meneer de voorzitter, dank voor deze vriendelijke woorden.
Dames en heren, leden en gasten van de historische vereniging. Even kijken, gaat het goed met het geluid? Ja, prima. Als het niet goed gaat, moet u even waarschuwen. U heeft het gehoord, een boekje is de directe aanleiding voor dit verhaal. En achter dat boekje zit een heel groot onderzoek. Daar zal ik u zo dadelijk over vertellen, maar staat u mij toe te beginnen met een anekdote. Een familie, lang in Deventer, heel prominent aanwezig, was wat van de stad vervreemd geraakt en organiseerde een reunie. En u kunt u voorstellen hoe dat dan gaat. Koffie, een praatje, een wandeling enzovoorts. Ik was de gast en maakte kennis. Ik kende een aantal van de leden, een aantal ook niet. En die vertelden mij, zij waren van de Groninger tak van de familie. En ik realiseerde me onmiddellijk dat het onzin was, want die tak bestaat helemaal niet, al hebben ze dezelfde naam. Heel andere familie. Nou ja, hoe vertelde je dat op zo'n wat feestelijke dag? Eerst dacht ik maar eens, laten we gewoon kijken hoe het loopt in het hele programma. Het werd gezellig. Ze gingen elkaar tutoyeren. Ze praatten over het wapen van de familie en over de mooie geschiedenis. En aan het eind was er een high tea en daar werd na de thee wijn geschonken. En bij het tweede glas wijn dacht ik, nu kan het wel. En ik kon daar vertellen dat dat, ja, ik heb het heel net met de woorden gebruikt, maar er waren gewoon een stelletje indringers die zich allemaal goed lieten smaken en die mij net deden of ze erbij hoorden. En hoe kan dat nu, dat je dat weet en dat de mensen zelf uit de familie het niet weten? Dat kan omdat wij bronnen hebben voor de geschiedenis van Deventer families. En ik denk dat velen van ons het wel leuk vinden eens te kijken naar hun eigen familiegeschiedenis of naar de geschiedenis van families waar ze eerder wel eens over hebben gehoord of gelezen. En dan weten we wel, bevolkingsregister, burgerlijke stand, dat gaat tot begin van de 19e eeuw. En daarvoor doopschouw- en begraafboeken. Soms ook nog wat secundaire bronnen. Maar mijn aandacht werd getrokken door een andere bron, namelijk de burgerboeken. Dat is een administratie van mensen die burger van Deventer werden. En toen ik daar wat naar keek, zag ik dat die burgerboeken zijn bewaard over een periode van meer dan 5 eeuwen en dan onafgebroken. Dat begint in 1337 en dat gaat tot 1864. En ik was benieuwd wat die boeken ons te vertellen hadden. En ik ben maar begonnen, heel gewoon, om te lezen. En ik zal u vertellen, als je daarmee start, dan is het net zo beroerd als wanneer je het postcodeboek gaat lezen. Het is volkomen oninteressant. Maar na enkele tientallen jaren, dan ga je verbanden ontdekken. Lijnen, patronen. En dan begint het leuk te worden. Dus dat was de manier om toch maar door te gaan. En een gepensioneerd mens, zeggen ze, heeft veel vrije tijd. Nou ja, dat valt ook nog wel eens tegen, maar vooruit. Ik ben met die boeken gaan lezen. En nu moet je zich voorstellen dat die boeken, die zitten met een bepaalde structuur in elkaar. En de ideale inschrijving vertelt ons dat iemand het burgerschap van Deventer heeft verworven. En dat daarbij wat gegevens zijn genoteerd. Nu moeten we ons eerst realiseren, ja, wat is dat, het burgerschap van Deventer? Als we u zo vragen van, waar komt u vandaan, wat bent u? Nou, dan zegt u meestal wel, ik ben een Nederlander. Misschien zegt iemand ook wel eens, ik ben een Marokkaan, of ik ben een Duitser, een Surinamer, maar meestal zeggen we, ik ben een Nederlander. En waarom zeggen we dat? Dat zeggen we omdat we allemaal deelgenoten zijn aan één natie, aan een staat, een eenheidsstaat. En dat zijn we sinds het begin van de 19e eeuw. En daar zijn we helemaal aan gewend. Maar dat is wel een tijdsbeeld. Want daarvoor zou niemand zeggen, ik ben Nederlander. Want er bestond geen Nederland. Mensen konden zeggen dat ze zich thuis voelden en
burger waren van een gewest. Mensen zeiden, ik ben Fries of Zeeuw. En heel veel mensen zeiden ook, ik hoor bij een stad. Ik ben een Zwollenaar of een Haarlemmer of ik ben een Deventernaar. En de stadsregering had dat burgerschap in het stadsrecht geregeld. Dus als je wil weten hoe dat zit, dan kijk je in het stadsrecht en dan zie je dat daar een omschrijving staat van het burgerschap. En dan lees je, ik ben ermee begonnen met die hele exercitie, dan lees je hoe mensen burger kunnen worden, wat voor rechten en wat voor plichten ze hadden en hoe dat allemaal in de loop van de tijd ook nog wel een beetje is veranderd. De meeste mensen werden burger door koop. Er waren er ook bij. Die werden dus door huwelijk. Dat waren mannen die trouwden met een Deventer meisje of weduwe en dan het burgerschap op die manier kregen. En een enkeling kreeg het ook door schenking. Daar kom ik nog wel even op terug. En als je het burgerschap verwierf, moest je aan een aantal eisen voldoen. Je moest een vrij man zijn en niet hoerig of ondergeschikt aan een of andere heer. Je moest ook deelnemen aan het leven in de stad. En in bepaalde perioden moest je helpen bij de stadsverdediging. Dan moest je meegraven aan de landweren buiten Deventer. Of je moest deelnemen aan de brandweer of aan het wachtlopen voor de veiligheid van de stad. Daar hoorde in bepaalde perioden, niet helemaal al die vijf eeuwen, maar er hoorde in bepaalde perioden ook schilderachtige gewoontes bij, waarbij bijvoorbeeld mensen zich moesten melden op het stadhuis met een emmer in de hand, want dan kon je meedoen met de brandbestrijding, of met een geweer, dan kon je meedoen met de stadsverdediging, of met een spade, dan kon je meedoen met het graafwerk van de verdedigingswerken. Je ging naar de camera, dat was de chef financiën van de gemeente, die ondervroeg je over een aantal dingen en die deed dan een voorstel om het burgerschap te verlenen aan iemand en dat werd gedaan door de magistraat. En als dan de magistraat het burgerschap verleende, dan moest je een geldbedrag betalen en dan werd je ingeschreven in de burgerboeken. U weet van andere lezingen en literatuur wel dat er grootburgers en kleinburgers waren, waarbij de grootburgers net wat meer mogelijkheden hadden, wat meer rechten hadden dan de kleinburgers, met als meest opvallende dat ze dieren mochten opdrijven op de stadsweiden. Die differentiatie is er in 1545 gekomen om de simpele reden dat het te druk werd op de weiden en daar te veel koeien en paarden kwamen. Verder is burgerschap één begrip en ik ga ook niet in dit praatje over dat grootburgerschap spreken. Dat heb ik wel eens vaker gedaan en misschien doe ik het nog een keer. Maar nu is het voldoende om te zeggen dat we spreken over dat burgerschap. De ideale inschrijving in het burgerboek heeft een paar componenten. Het begint met een datum. En dat is niet de datum van de inschrijving, maar de datum waarin de magistraat het burgerschap aan iemand heeft toegekend. En die staat er altijd in. Die klerk op het stadhuis, op de stadssecretaris, die nam dat gewoon over uit de besluitvorming van de magistraat. En in de notulen van de magistraat staan die burgerschappen ook allemaal netjes genoteerd. Dan is er een tweede ding, namelijk een geslachtsnaam en een voornaam. Die staan er eigenlijk ook altijd in. Er is niemand die burger wordt zonder naam. En dan komen er nog twee andere dingen. Het ene is een beroep, het ander is de plaats waar men vandaan komt. Die twee laatste zijn niet altijd genoteerd. Maar er zijn duizenden inschrijvingen. En als je die allemaal bekijkt, dan zijn er genoeg om een heleboel te leren van wat er allemaal zo uit de burgerboeken te vinden is. Kijk, die datum, dat neemt u wel van mij aan. En dan die geslachtsnaam. Die zijn er in verschillende soorten. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja,
de namen, de familienamen, die zijn uit de Napoleontische tijd. Maar zo is het niet. Er waren daarvoor, heel ver daarvoor, al heel veel vaste geslachtsnamen. Alleen, die stonden niet in de geboorteakte, maar die kenden mensen wel. En pas door de invoering van de burgerlijke stand zijn die namen netjes allemaal in een akte geregistreerd en konden ze ook niet meer veranderen en vererfden ze van de ene op de andere generatie. Daarvoor was het met de namen anders gesteld, maar nogmaals, bijna iedereen had wel een geslachtsnaam. Een deel van die namen heeft te maken met het beroep. En de mensen heten dan metselaar of slager of schreuter, dat is een Duits woord voor kleermaker. En zo kunt u nog tal van andere beroepen bedenken. De andere mogelijkheid is dat die naam terugwijst op de naam van de vader. Dat noemen we een patroniem. Dan gaat het dus over dat iemand een naam heeft die vertelt dat hij de zoon is van die en die. En dan komen we aan die bekende naamgeving van Janssen, de zoon van Jan, Pietersen, de zoon van Piet, Klaassen, de zoon van Klaas, en zo verder. En op die manier is er een grote reeks van namen ontleend aan de voornaam van de vader. Dat is niet altijd een vaste naam, want als Piet de zoon van Jan Janssen heet, dan worden zijn kinderen Pietersen genoemd. En als daar een kleine Adriaan bij is, dan kan die zijn zoon Adriaansen noemen. En zo verder. Dat systeem van die naamgeving kan dus over de generaties heen veranderen. En dat is het natuurlijk bij onderzoek in het archief een beetje lastig voor ons om te kijken hoe dat dan werkt. En soms komen we er helemaal niet uit. Die geslachtsnamen hebben ook nog een andere eigenaardigheid. Stelt u zich eens voor dat iemand te boek staat als de zoon van Hendrik. Dan heet hij Hendriks, Hendriksen, Hendriksen, Hendrikszoon. Maar al die varianten zijn ook nog eens een keertje in plaats van een E en I, Hendriks. En u kunt het allemaal schrijven met een C, met een K, met een X of een combinatie daarvan. En op het eind met 1 S, 2 S'en, SZ, SE, SEN en voluit zoon. Ik weet niet of u goed in wiskunde bent, maar u zou dan kunnen uitrekenen dat er misschien wel meer dan 100 varianten zijn met de simpele gegeven dat die en die de zonne van Hendrik is. Dus daar is ook een oneindig aantal varianten te verzinnen. En dan die voornaam. Ja, u begrijpt, daar zit wel een zekere variëteit in. Maar in die vijf eeuwen heten buitengewoon veel mannen Johannes, Johan, Hans, Jan. Een enkele keer is het ook wel Johan, Jean, John. Maar het is allemaal terug te voeren op Johannes. En op diezelfde manier hebben we ook heel veel afleidingen van Pieter en van Cornelis en van Hendrik, we noemden hem al. En al die bekende Nederlandse voornamen. En als ze uit het buitenland kwamen, hadden ze ook heel vaak nog een naam die wat werd ver-Nederlands. Aparte namen, ze komen eigenlijk helemaal niet veel voor. En ik heb wel eens gekeken, zouden er nou ook mensen zijn die een echte Deventernaam hebben? Bijvoorbeeld Lebuïnus, want dat zien we tegenwoordig nog wel eens af en toe, vooral als tweede of derde naam, hebben wij in de familie ook. Maar nee, dat gebeurde nauwelijks. Eigenlijk is dat denk ik toch vooral een vrucht van de 19e-eeuwse wat romantische belangstelling en vereering voor lokale en regionale heiligen, net zoals Willibrordus en Radboud en Bonifatius. Namen dus van al die mannen. En wat dacht u van die meisjes? Niemand heette Hildegard, niemand heet Anne Fleur. En zo kunt u zich voorstellen, al die modieuze
namen. Wat dacht u van Gwendolyn? Die ging 520 jaar een Gwendolyn. Maar de meisjes hebben een naam die ontleend is aan een jongensnaam. Johanna, Petronella, Cornelia, met alle varianten die daar weer in zitten. Of ze hebben een typische meisjesnaam, dan is het een afgeleide van Maria of Margaretha of Gertruida. Vul het allemaal maar in. Dan hebben we dus een heel veld aan namen en eigenlijk is er helemaal niet zo heel veel veranderd in de loop van de tijd. Er is toch vooral een zekere modebewustzijn gekomen op het moment dat er minder werd vernoemd. Want het vernoemen leidde tot het behoud van namen die soms heel lang in bepaalde families werden doorgegeven. Dan dat beroep. Sommige mensen, vertelde ik al, die hebben een naam die op een beroep slaat. Maar er zijn ook heel veel anderen die hun beroep hebben opgegeven. En dan is dat voor een deel voor ons allemaal volkomen te herkennen. Dan hebben we de beroepen die wij vandaag de dag ook nog hebben. Ja, er zijn geen IT-consulenten, geen organisatieadviseurs, er zijn geen coaches. Al die beroepen waarvan je afvraagt, hoe kan een papa aan een kind vertellen wat papa de hele dag doet? Nee, de beroepen waren zichtbaar, voelbaar, tastbaar, vaak ook in de openbare ruimte uitgevoerd. En we zien dan een aantal categorieën van beroepen. Er is een heel groot aantal mensen dat werkt in de wereld van de textiel, van de wolbewerking. Daar werd dan laken van gemaakt, van vlas, katoen later ook. En die hele textiele wereld en in het verlengde daarvan ook het schoeisel nemen een belangrijke plaats in. Een tweede categorie vinden we in de sfeer van de voedings- en genotmiddelen. Dat varieert van mensen die een tuinderij hadden, een boerderij, die landbouw bedreven, akkerbouw of veeteelt. Maar ook de mensen die in die sector verhandelden, spullen bewerkten. Daar waren de mensen bij met de vissersbedrijf of vishandel, veeteelt of een slagers- of slachtersbedrijf. In deze sector vallen ook de handelaren in wijn en de bierbrouwers. En die haal ik er even uit, want dat waren over het algemeen de wat chiekere beroepsbeoefenaren. Die hadden een bedrijf van aanzien en het was nog wel eens zo dat een goede en grotere bierbrouwer of wijnhandelaar kans kreeg in de loop van de tijd carrière te maken. En dan kon het gebeuren dat een zoon ging studeren en toegang kreeg tot de stadsregering. Of omgekeerd, als een jongen uit een bestuurdersfamilie niet zo goed kon meekomen, ach, dan kon hij altijd nog een brouwerij opzetten. Of vooral ook in wijnhandelen, want dat was een chic beroep. Hij wist hoe die met zijn klanten moest omgaan, want dat waren allemaal een beetje de standgenoten van vader en moeder. Hij had een mooie naam en wie weet kon zijn zoon weer gewoon stadssecretaris of advocaat worden. Dus de voedings- en genotmiddelen, dat was een tweede categorie. En een derde categorie, dat is de wereld van de bouw, de timmerlieden, de metselaars, maar ook de stucadoers. Wij zouden het tegenwoordig zeggen de architecten, maar dat noemde men vaak een bouwmeester. De aannemers, maar dat noemde men vaak een timmerman. En zo waren er al die beroepen die te maken hadden met de bouwnijverheid. En er horen dus ook de wat meer artistieke beroepen bij, van de houtsnijders, de beeldhouwers, de steenbewerkers, de mannen die beelden konden kappen enzovoorts. En natuurlijk zijn er ook nog heel veel andere beroepen, met name ook de intellectuele beroepen van degenen die een studie hadden gemaakt en een praktijk hadden in de wereld van de juristerij, van de apotheek, die arts waren of doseerden. En bij die categorie valt nog wat aparts te vertellen. Want, ik vertelde u al, de meeste burgers gingen hun werk doen
En kwamen na verloop van tijd in, op het idee dat ze het burgerschap konden kopen. Maar de stad verleende het burgerschap ook wel eens om niets. Dan werd iemand met het burgerschap vereerd. En daar zaten twee kanten aan. Om te beginnen was het een beetje een secundaire arbeidsvoorwaarde. Er waren mensen die de stad graag wilden hebben en die hadden ze niet in eigen gelederen. Die kregen een salaris aangeboden, maar ook nog wel eens wat aparts erbij. Soms kreeg iemand bijvoorbeeld een vrije woning. Dan had de stad wat huizen genaast uit oud-kerkelijk bezit. En dan werd aanbod gedaan dat ze daar konden wonen. Maar soms was ook het burgerschap een secundaire arbeidsvoorwaarde. En dan kon degene die dat kreeg gratis de hele zomer een mager scharminkel van een koe op de wei laten lopen. En in het najaar was dat beest dan mooi vet. Ondertussen kon het nog gemolken worden. Misschien kon er nog een kalf geboren worden. En na verloop van tijd kon het ook worden geslacht. En in die kringen waren natuurlijk ook heel veel mensen die een paard hadden. Om niet alleen om op te rijden, maar ook om een rijtuigje te trekken of om in een bedrijf te laten werken. En was ook een andere kant, zei ik u al. Want eigenlijk vond in zo'n stad, de stadsregering, dat Deventer een eigen gesloten kring opleverde van beroepsbeoefenaren. En dat alles wat je nodig had, dat was in Deventer aanwezig. En als er dan geen organist in de stad was, dan had je een hele goede opleiding en kwaliteiten voor nodig. Dan werd die van elders gehaald, maar die kreeg dan gratis het burgerschap en was toch het idee dat de organist ook gewoon bij ons, onze burgerij hoort. Dat geldt ook voor een bijaardier, voor een advocaat, voor een rentmeester, voor een landmeester. Dat geldt voor de hele medische stand. Dat gold voor de rector en de leraar aan de Latijnse school. Dat gold voor docenten aan het Atheneum Illustre vanaf de 17e eeuw. Het gold voor de predikanten van de bevoorrechte kerk en van de Waalse kerk. Die moesten ze uit Frankrijk of Zwitserland halen. En dan zie je altijd dat bij dat soort beroepen het burgerschap cadeau wordt gedaan. Maar zoals ik al zei, dat was ook een beetje die illusie dat de stad dit soort mensen in de eigen gemeenschap had kunnen aanstellen. En dat geldt ook voor bepaalde ambachten. Dat is zo leuk. Je kunt dat dan lezen bij die vermeldingen van de beroepen. Dan is bijvoorbeeld iemand zilversmid. En u weet misschien, er is een prachtig boek over Deventer zilver van Johan ter Molen. En hij is op dit moment bezig het nog verder uit te breiden en up-to-date te maken. En dan komt er een nieuwe druk. Deventer zilver. En er waren ook goudsmeden. Er waren passementmakers. Dat waren mannen die heel mooi konden borduren. En er waren fijn instrumentmakers die bijvoorbeeld brillen konden maken of een microscoop. En er waren mensen die hulpmiddelen maakten voor in de industrie. Wij zouden zeggen mensen, machinebankwerkers, maar dan van het fijne werk. Al die mensen werden als het nodig was door de stad aangetrokken. Ze maakten er reclame voor. En dat gold ook voor degenen die de stedelijke economie een stimulans konden geven. Want die werden dan uitgenodigd om een fabriekje te stichten met vaak een taak erbij. Een aantal armen daarin te werk te stellen. En ook dat was wel eens een aanleiding om het burgerschap te verkopen niet alleen, maar ook om het ten geschenke te geven. En zo zien we dus een heel palet aan allerhande beroepen. Sommige heel herkenbaar, andere voor ons nauwelijks herkenbaar. Of ook wel beroepen op een behoorlijk niveau die gehonoreerd werden met een gratis burgerschap. En dan is er nog een categorie, en dat is misschien wel de interessantste in die burgerboeken. Want dan gaat het over de plaats van herkomst. En u moet realiseren, het verhaal begint in 1337. En dan zitten we al midden in de tijd
dat Deventer een grote internationale handelsstad, marktstad, hanzestad was. En de nieuwe burgers komen dan uit allerlei regio's waar Deventer zaken mee deed. Want die mensen hadden Deventer leren kennen als de plek waar je moest zijn voor de business. Die kwamen hier met een grote wagen met handelswaren en konden op de markt goede zaken doen en overwogen dan wel eens om met hun handel hier neer te strijken. En in die beginperiode, in de 14e en de 15e eeuw, dan zie je als een soort spiegel van het hele verhaal van de economische en sociale ontwikkeling van de stad, hoe het patroon is waar die nieuwe burgers vandaan komen. Van Scandinavië tot Sicilië, van Ierland tot Litouwen. Dat is een patroon wat het hele Europese grondgebied bestrijkt. En tot ver in de 16e eeuw hebben wij dat karakter van die internationale stad gehouden. En overal zien we dan van jaar tot jaar hoe de handelslui overal vandaan komen en hier neerstrijken. We zien ook bepaalde beroepen. We zien schoonenvaarders, we zien bergenvaarders, we zien handelaren in allerlei exotische producten. Mensen die als onderdeel van het Hanzeverbond op grote afstanden kochten en verkochten. De vorige spreker heeft er al een aantal voorbeelden van gegeven. En de tijd gaat voort en we kennen van school allemaal wel dat op een gegeven moment de periode aanbreekt van de opstand, de 80-jarige oorlog, de reformatie, vul het maar in. Nu was het van oudsher al wel zo dat veel nieuwe burgers uit de directe omgeving kwamen. Die kwamen uit de schoutambten, Kolmschaten en Badmen, later de gemeente Diepeveen en Badmen, waar Deventer een grote invloed had. En die kwamen dus makkelijk hier de stadsmuur binnen. En uit die regio's kwamen een heleboel nieuwe burgers, maar ze kwamen ook wat verder weg uit Salland, Twente, de Achterhoek, de Veluwe en ook altijd uit het Westfaalse achterland van onze stad, waarmee ook zoveel betrekkingen waren. Ook dat hebben we zojuist al voor de pauze kunnen horen. En als dan de opstand uitbreekt, als we zitten in de tweede helft van de 16e eeuw, dan begint het met het teruglopen van nieuwelingen uit ver weggelegen streken. Dan zijn er niet meer veel nieuwe burgers uit Scandinavië of de landen rond de Middellandse Zee of de landen in het nabije Oosten. Dan zijn we vooral mensen uit de eigen omgeving. En dan wordt het helemaal beroerd hier. Dan krijgen we de periode dat de stad een paar keer werd belegerd en ingenomen. En dan daalt het aantal nieuwe burgers tot nul. Dan zijn er jaren waarin de burgerboeken helemaal of bijna helemaal leeg blijven. We weten ook wel uit de geschiedenis dat in 1591 de stad werd ingenomen door Maurits en dat was de laatste belegering. En dan wordt Deventer definitief een stad in de Republiek, een staatse stad, een Calvinistische stad. Nou, en dan is dat onmiddellijk ook in de burgerboeken weer te zien. Die grote internationale uitstraling, die gaat weg en die komt ook niet meer terug. Maar er zijn wel heel veel nieuwe burgers uit de regio's rondom. Ik heb net al een paar van die regio's genoemd. En met name zie je ook hoeveel verbindingen er zijn langs de handelswegen. Die grote handelsroute die naar Vreden liep en van daaruit verder Duitsland in. Daar komen heel veel mensen van mij hier om zaken te doen, want Deventer was niet meer zo'n heel belangrijke hanzestad, maar er waren nog wel drukke markten, er was groothandel, er waren winkels. En dan zie je dus, behalve de inwoners uit die omliggende plattelandsdistricten, ook de nodige
die afkomstig zijn uit de gebieden waar die handelswegen naar Duitsland liepen. Het wordt wel oppassen dan, want ja, om te beginnen was het al zo, daar waren mensen bij die niet goed gewend waren om duidelijk te spreken. Ze spraken vaak wat op Neder-Duitsland gerichte taal, misschien een beetje binnensmonds, en de klerk op het stadhuis schreef het wel eens een beetje slordig op. En er waren ook mensen die zeiden, ik kom van Osnabrück. Ja, maar dan bedoelden ze, ik kom van het stift Osnabrück, de landsheerlijkheid waar de bisschop van Osnabrück wereldlijk heer is, zoals we dat vroeger met de bisschop van Utrecht ook hadden. Datzelfde verhaal geldt voor mensen die zeiden, ik kom van Münster. Dat wil lang niet altijd zeggen dat ze uit de stad Münster kwamen, maar ze kwamen uit het Münsterland, dat grote gebied van de Münsterse landsheerlijkheid. En zo zijn er een heleboel voorbeelden van mensen waarvan je aan de hand van het burgerboek helaas wel de regio van herkomst kunt zien, maar niet de exacte woonplaats. Als we nou proberen een beetje naar de sociale achtergrond te kijken, dan weten we met elkaar wel dat de stadsregering in lange tijd een familieregering was. In de 17e eeuw zien we dat de families die op het kussen zitten, zoals we dat noemen, die dus een functie hadden in de stadsregering, die proberen elkaar de bal toe te spelen, die sluiten hun kring, die gaan onderling trouwen, die liquideren hun bedrijven, die gaan rentenieren en die verdelen met een systeem van onderlinge afspraken alle aardige baantjes. In dat milieu was het vanzelfsprekend dat men vond dat men altijd een belangrijke Deventer familie was geweest. Nou, dan zijn die burgerboeken heel leuk, want dan zie je dat er niks van klopt. Een paar generaties voordat ze burgemeester waren, kwamen ze van waar dan ook hierheen. Van Vollenhoven en Kampen en Zwolle, Arnhem en Nijmegen, maar ook van het platteland en uit Duitsland. En zelfs de top van het Deventer regentenpatriciaat komt niet van origine uit Deventer, de Van Zuchtelens uit Zutphen, de Jordensen uit Haviksbeck in Westfalen enzovoort. Het zijn de burgerboeken die die pretentie van die families mooi onderuit halen. En er is nog een andere pretentie, want die familie straalde ook uit dat ze altijd al een geslacht waren dat de jongens liet studeren aan de universiteit, dat een vermogen had opgebouwd om te rentenieren, dat hoge ambten hadden. Nou, dat is ook heel leuk, want de burgerboeken laten zien dat ze dan 3 generaties geleden, of nog 2, een winkel hadden, dat ze bier brouwden, dat ze in textiel handelden, dat ze laken verfden, allemaal keurige beroepen, maar die waren in de loop van de generaties wat opgeklommen en kwamen er zo bij te horen. En de manier om er echt bij te horen was een strategisch huwelijk in het regentenmilieu, want dan was je de schoonzoon van de familie Dapper, of de familie Marienburg, of de familie Van Lid, of de familie Van Markel, of de familie Bouwer, of familie Brouwer. En dan, ja, dan kon je schoonfamilie wel regelen dat jij mee ging doen in dat circuit van al die families in de familieregering. Een andere categorie die er ook in zit, dat zijn de families die er heel veel op lijken, maar die pas aan het eind van de 18e eeuw kans kregen om in de patriottentijd deel te gaan nemen aan het openbaar bestuur. Dat zijn de families die tot dan toe door de regenten buiten het stadhuis werden gehouden. Want die hadden, vonden de regenten, niet de juiste kwaliteit. Dat schrijven ze met QU. Dat klinkt heel chic. Maar het wil gewoon zeggen dat ze niet een van hun waren en daarom geen baantjes kregen. En dat gold voor de familie Van Marlen en Bezier en Schimmelpenning. U kennen al die namen wel.
Maar ja, die families kwamen vanaf het eind van de 18e en zeker in de 19e eeuw overal tot aanzien. En daar gold in zekere zin hetzelfde als met die oude regenten. Als je nou op tijd op een goede manier een huwelijkspartner wist te vinden, dan hoorde je erbij en dan hoorde je bij de grote burgerij van de 19e eeuw, die de hele 19e eeuw nog in belangrijke mate het zeggenschap had over de keuze van de burgemeester, de wethouders, de raadsleden, maar ook de notarissen, de advocatuur en de rechterlijke macht. Dat is een andere categorie, maar het lijkt heel veel op de regenten en ze komen wat later op. Wie daar dicht tegenaan zitten, dat zijn de doopsgezinden. En hoe weten we dat? Nou, om te beginnen is het zo, iedere doopsgezinde die burger van Deventer werd, werd ingeschreven met de toevoeging mennist of mennoniet. Dat betekende iemand die volgeling was van Menno Simons. Dat was niet de stichter van de doopsgezinde broederschap of de doopsgezinde traditie in de Nederlanden, maar wel een van degenen die daar heel nadrukkelijk vorm aan heeft gegeven. De dopersen vormden een gesloten gemeenschap die altijd onderling trouwde zaken deed. En we kennen ze al direct aan de namen. U kent ze ook. Van Lochem, Kramer, Ten Kate, Van Kalker op verschillende manieren geschreven. En aanvankelijk ook Schimmelpenning. En die waren met zo weinigen dat ze moesten oppassen voor intiels. Dus die haalden nog wel eens een huwelijkspartner uit Groningen, uit Twente of uit de Achterhoek. En de familie die daar het meest aanwezig is, is de familie van Delden. Die was verwant aan al die anderen en die hadden in de stad een maalderij, een molenbedrijf, een zeepziederij, een drogisterij. Kortom, allemaal hadden ze bedrijvigheid en niemand nam deel aan het openbaar bestuur, want dat deed je niet. Ze wilden ook geen eed afleggen, want wat je zei, je woord, daar moest wel vertrouwd kunnen worden. Ze wilden ook geen wapens dragen, ze waren geweldloos. Ja, dan kwam je in een overheidsfunctie niet ver. Maar ze zijn dus heel goed herkenbaar en ze werden allemaal burger. Als de tijd voortgaat, want de tijd gaat vanmiddag ook voort, zal de voorzitter wel denken. Als de tijd voortgaat, dan hebben we een grote breuk in de Bataafs-Franse tijd. Want dan komt het nationale burgerschap, wat ik u al vertelde. Maar hier blijft in ieder geval het groot burgerschap nog meer dan een halve eeuw in stand. Want daar gaat het om mensen die recht hadden op de weide, waarvan de kinderen recht hadden op opname in het burgerweeshuis en mensen die dan ook gerechtigd waren om deelgenoot te zijn in de gilden en daarmee in die protectionistische sfeer van beroep en bedrijf. Er komen dus ook in de 19e eeuw nieuwe families op. En we hebben wel eens misschien gedacht, Deventer, industriestad, ook dat is net al uitgelegd, hoef ik niet te herhalen. Dat zou toch een mooi initiatief zijn voor al die nieuwere bestuurdersfamilie, maar niks is minder waar. Die bestuurders traden toe tot de nationale notabelenelite. Die werden lid van de Eerste of de Tweede Kamer. Sommigen werden minister, anderen werden commissaris van de koning, maar die gingen geen bedrijf stichten. Dat deed een nieuwe categorie van jonge ondernemers die ook bijna allemaal van buiten de stad afkomstig waren. En dan zien we de namen van de fabrikanten die net zijn genoemd. Dat gaat van de ijzergieters Nering Beugel tot de handelaren in koloniale waren van Otterbeek Bastiaans. Het gaat om de mensen met de molens, Binkhorst en Maaldrink, later één familie, Binkhorst, Maaldrink. Het gaat over de leerlooiers, bijvoorbeeld uit de familie Slichtenbree en de familie Lamberts. Het gaat om de textielondernemers, Ankersmit, die later ook in de bankzaken gingen.
En al die families vinden we ook weer terug in die burgerboeken. En dan zien we ook dat waar ze vandaan kwamen. En soms is dat heel interessant. En dan zeg je, nou, de familie Tenhoven, die kwamen uit de buurtschap Het Loo bij Apeldoorn. Zou die naam iets te maken hebben met het stadhouderlijk of later koninklijk hof? We weten het niet. Maar in ieder geval is ook over die 19e eeuwse families een heleboel te vinden. En dan lees je in de burgerboeken soms informatie die niet in de traditionele bronnen van genealogisch onderzoek staan. En je ziet vooral ook dat ook in de 19e eeuw de burgerboeken een soort spiegel zijn van de economische ontwikkeling van de stad. En dat van alles wat hier in het bedrijfsleven gebeurde terug te voeren is op ondernemende families die op allerlei manieren de stad in de 19e eeuw vooruit hebben geholpen met hun bedrijvigheid, soms tot ver buiten de grenzen. Vandaag hebben wij nog altijd grootburgers. En daar zijn we zuinig op, want dat is een mooie traditie uit het verleden. En bovendien is dat juridisch gezien uitstekend gewaarborgd, omdat de status van de grootburgers is vastgelegd in de nodige regelgeving. En nu zou ik bijna eindigen met een valse noot, want er is een fractie in de gemeenteraad die van plan is om te proberen het hele grootburgerschap om zeep te helpen. Nou, ze zijn nog niet van me af, mag ik u zeggen. En ik hoop dus deze onzalige plannen op goede zakelijke, niet sentimentele, maar goede zakelijke gronden onderuit te halen. Dus vanmiddag of gisteren zei mijn vrouw al, nou, ik moest weer een memo typen en verzenden over de e-mail om dit alles te blokkeren. Gelukkig, zover is het nog niet. En als de voorzitter het goed vindt, wil ik daarom maar, ja, niet met dit valse verhaal, maar met opnieuw een kleine anekdote eindigen. En die anekdote gaat opnieuw over een familie die in het verleden in deze stad een belangrijke functie heeft vervuld. En ze wilden graag opgenomen worden in het jaarboek Het Nederlands Patriciaat. En dat is een boekstaving van aanzienlijke families. Niet alleen oude patricisch geslachten uit het regententijd, maar ook families waar een traditie bestaat over meerdere generaties van hoger opgeleid zijn, goed in de maatschappij terechtgekomen zijn, een leidinggevende post, een onbesmet blazoen. En ze hadden hun best gedaan. En ze hadden een genealogie ingediend en zeker over de afgelopen generaties zag dat er allemaal mooi uit. Maar de redactie is kritisch en die las in de genealogie dat onder de Republiek één van de telgen van de familie officier was in de burgerwacht. Als dat zo zou zijn, zou het niveau van de familie met een heel stuk terug in de tijd zijn gestegen en waren ze zonder twijfel in aanmerking kunnen komen voor opname in het patriciaat. Maar ja, ze moesten wel het bewijs leveren. En dat was moeilijk, want iedereen in de familie wist dit wel, maar waar was het bewijs? De initiatiefnemer voor de genealogie was op leeftijd en wist heel goed dat hij niet meer zo heel lang zou leven. En hij wou het toch heel graag nog in een boek hebben en het aan zijn kleinkinderen kunnen laten zien. En hij kwam bij me en zei, de datum voor de sluiting nadert, ik krijg het niet rond. En ik kende hem al lang en we hadden een goede verstandhouding. En ik zei, nou, ik ken wel de bronnen van de genealogie, ik ken de burgerboeken, het komt goed. En ik heb een glanzende brief geschreven, dames en heren, aan de redactie van het patriciaat om het allemaal uit te leggen. En ik heb het maar mooi opgepoetst en bij zo'n gelegenheid, ja, dan mag je ook gebruik maken van je functie en je titel. Luttele dagen later, de oude meneer aan de telefoon, alles was akkoord. Het was prachtig hoe deze hele zaak was geregeld en het is allemaal goed gekomen. En dan zie je dus
hoe je met behulp van dit onderzoek en het goede hanteren van de bronnen de gelegenheid hebt om voor ook de actuele geschiedbeoefening nog eens iets aardigs te doen. Als u nou denkt, ik heb er nog niet genoeg van en ik wil vanavond thuis het nog eens wat uitgebreider zien met alle namen van die families en met de plaatjes erbij, nou, dan moet u straks even bij mij komen. Ik heb voor de aardigheid een paar van de boekjes meegenomen. Dan kunt u ze bij mij aanschaffen. Maar dat is maar eventjes, als u dat de moeite waard vindt. Nu hoop ik dat ik u tussen twee anekdotes door het verhaal heb verteld over het grote onderzoek waar ik de afgelopen jaren veel tijd aan heb besteed. En er is één hoopvol perspectief, want het is nooit af. Er zit altijd nog weer opnieuw materiaal in dat zich ook weer leent voor nader onderzoek. Dus wie weet dat ik nog een keertje opnieuw hier kom en opnieuw de microfoon krijg en u nog weer andere dingen vertel die we kunnen leren wanneer we gaan bladeren in Deventer burgerboeken. Dank u. Ja, dames en heren, we zijn altijd gewend om de lezingen te geven met PowerPoint en prachtige plaatjes. Maar het kan ook zonder. En dat hebt u na de pauze kunnen merken. We hebben goed boeiend geluisterd. Wat een werk zal het zijn geweest om al die burgerboeken ook door te kijken en in een prachtige publicatie vast te leggen. Hartelijk dank voor Clemens Hovenstein. Een warm applaus voor hem.